laatste tanden aan het poetsen. Wij moeten vertrekken, want we gaan eten voor mijn bompa zijn verjaardag eigenlijk een beetje zo met de familie van mijn mama. We gaan naar Diest. We gaan daar denk ik in het Begijnhof of zoiets eten. En daarna gaan we wandelen. Het is vandaag ineens weer fris. Dus dit is mijn outfit. Mijn trui is van Subdued. Daaronder heb ik een blouseje aan van Subdued. Dat is nu wel omhoog gekropen, maar ik zal straks wel te goed trekken als ik het uitdoe. Mijn donkerblauwe jeans zijn die high-waisted van 12 euro van de Bershka. En mijn schoenen zijn van Totally Too. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Sam gaat in zijn blote bovenlijf gaan, denk ik. En schoenen. En schoenen heeft hem wel aan. Wauw. Je bent trouwens heel donker daar. Je hebt het licht niet aan. Dus we gaan vertrekken. We zitten nu in het begin van een dienst, alleen in Gasthof. 16, 18. Sam, we lopen nu. Wie? Wat? En we gaan hier eten. We zijn net al een beetje gaan wandelen door het Warandenpark. En we waren een geocache aan het zoeken, maar we hebben ze niet gevonden. Maar het was een multiple geocache. Dus ja, we hebben een andere locatie niet uitgecheckt. Dan zelfs gaan we nog eens wandelen. Maar dat is kei lawaai. Maar het is hier wel echt heel gezellig trouwens. Wil je ook iets zeggen? Ja? Kijk wie tegenover mij zit. Hey! Nee? Fente zit tegenover Tati, hè? Krijg ik geen handje? Nope. Oké. I'm supposed to call you, but I don't know what to say at all. And there's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio. Fente, ga je een glitter tattoo zetten? Hè? Waar? Waar ga je dat doen? Op je arm? Oké. Hello guys, we're back home. We hebben gestofzuigd, was geplooid, de badkamer gepoetst en ik heb mijn snor geëpileerd. Yes! Kom. En er draait een machine was. Dus we zijn all a roll, hè. Nu ga ik nog even iets shooten. Ah, ik moet zelfs maar één. Ah nee, dat is niet waar. Dat jeans straks. Ja, go. Sam gaat een foto maken. Oké, okay, mooi Sam, mooi. Dank je. We zijn ondertussen X on the Beach aan het kijken. Ik ben al heel de avond aan het editen. Want wij vertrekken binnen 2 dagen naar Ibiza. Morgen niet, maar overmorgen. Dus ik wil goed alles af hebben, zodat ik niks meer daar moet doen. Of niet gestrest moet zijn, zal ik het zo zeggen. Heb je er zin in? Oh yeah! Zij het nog nooit in Ibiza geweest, hè? Jawel, hè? Ah jawel, toen je heel klein was. Dat was je allereerste vakantie. Ja, naar Ibiza. Ik weet dat nog, dat was oep, oep. Chic. Ja, was dat chic. Alle clubs. Ja, toen je 2 was. Ja. Volle, oh, abba, ik ben moe. Vollebak in de club. Party. In de club. Party animal. We gaan slapen. Deze hier was al in slaap gevallen. Op de zetel. Maar voordat we gaan slapen wil ik jullie echt iets heel grappigs laten zien. Nee. Jawel. Oh, ja. Een foto van ons 11 jaar geleden. 11 jaar. Ik ga het laten zien. Waarom mag ik het niet laten zien? Dat is vies. Dat is vies?
Ja, ik ben daar toch ook vies? Nee, dat is niet waar. Dat is waar. Jij bent daar ook niet vies. Oké, hou je klaar? Alle jong! Oh. Sammy haar! Ja, en uw haar is veel beter dan. Mijn is ook wel heel erg. Oh my god, dit waren wij 11 jaar geleden. Ik dacht jullie dat toch even te laten zien voor we gaan slapen. Ik vond het wel grappig. Vooral onze haren, shit man. Ja. Maar we waren emo, hè. Dus, ja. Dat moest zo, ja. We waren wel in. We waren wel hip toen. Want nu zult je denken, oei, hoe zien die eruit? Maar toen, wauw. We waren echt zo populair, omdat we zo eruit zagen. Oh, ik vond het wel grappig. Sam zijn mama had dat teruggevonden. Of Sam zijn nichtje, denk ik. Oké, we gaan slapen. Komt je mee afsluiten of niet? Ja, oké. Ja? Met veel goesting, precies. Dag. Slaap wel iedereen, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Abonneer als jullie nog niet geabonneerd zijn. En wij zien jullie morgen.